Kim, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Pardon. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat ik hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Dat mag. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is dat niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms dat te lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat die techniek kan worden gedaan. Maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want het goed. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Ons mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, jij had een opmerking, een... Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat ze horen, is dat dat... Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur dit kan, gewoon dit kan voor mij, uitgelegd worden, vlak zo'n kwestie kan praten.